Jij hebt allerlei fietsvakanties en fietsreizen gemaakt en daar een boek over geschreven. Dat zijn wel bijzondere verhalen. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat wil ik zeker wel iets over vertellen. Het is, het zal je niet verbazen dat het een hobby van mij is. En dat doe ik eigenlijk sinds 2007, 2008 ben ik daarmee begonnen. En eerst lekker Friesland door, lekker in de buurt. En totdat ik dacht van nou, ik kan ook wel iets verder gaan. En langzamerhand dan begin je wat spulletjes te kopen en begin je fiets op te tuigen. En je merkte vooral dat het onderweg zijn. En het contact met mensen, dat had ik al gelijk het eerste weekend in Friesland notabene. Of ja, notabene kan ik beter even weglaten. In Friesland wonen heel veel aardige mensen. Ik raad het aan om daar naartoe op vakantie te gaan. En gelijk heel leuk contact met mensen. Je voelt je gelijk welkom, je hebt heel veel aanspraak. En dat beviel mij zo goed dat ik dacht van nou, hier wil ik absoluut in door. Juist, want waar ben jij al zoal geweest met jouw fietsreizen? Het is goed dat je eraan toevoegt met mijn fietsreizen, want dat is met name is dat Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, heel Luxemburg, heel Duitsland. Maar zonder fietsreizen heb ik heel Europa gezien en al een groot deel van de wereld. En wellicht dat daar het reizen op zich ook, hoe moet ik dat zeggen, dat het ook geënthousiasmeerd heeft om dat met de fiets te doen. Maar met name met de fiets, dus hou ik het graag in de buurt ook. Want ja, je hoeft niet naar China te fietsen of ergens anders heen om leuke dingen te zien. En als je zo'n reis maakt, hoe lang ben je dan onderweg? Ik ben een week of twee, maar dat leg ik mijzelf op. Mijn vrouw zegt, als je meer wil zien, dan ga je rustig 4-5 weken. Die vindt het allemaal prima. Maar ik heb zelfs fiets, maar na een week of twee, zo 2-2,5... Dan vind ik het goed. Dan heb ik voldoende gezien. Dan heb ik ongeveer 1500 kilometer gefietst zo. En dan, dat is voor mij is dat voldoende. Ja, je hebt bijzondere dingen meegemaakt. En dat heb je ook op schrift gesteld. Ja. Kan je een voorbeeld geven van iets heel bijzonders wat je onderweg hebt meegemaakt? Ja, dat is natuurlijk al. Ik denk wel dat ik weet waar je op doelt. Maar je hebt zoveel contact met mensen als je onderweg bent. Dat is natuurlijk al bijzonder. Maar of dat spannend genoeg is om daarbij te laten, dat denk ik dan niet. Maar het is met name van gewoon het contact met de mensen. Het even een praatje maken. Maar als je dan toch iets wilt weten, dat staat ook in het boek. Dat ze dachten dat ik me in de Rijn wilde storten en zelfmoord wilde plegen. En daar stond ik natuurlijk wel even van te kijken. Ik werd gevolgd, was onderweg naar Basel. Ik denk 300 kilometer langs de Rijn, prachtig mooi. En op een gegeven moment, de laatste 5 minuten zo'n beetje, werd ik achtervolgd door een politiewagen. En ik denk, nou, laat ik maar even in de remmen knijpen. Ik zeg, wat is er aan de hand? En die man die spreekt mij aan. En die vroeg gewoon van, of ik van plan was om zelfmoord te plegen. En nu je dat boek geschreven hebt, blijf je nog doorgaan met fietsen of heb je dan zoiets van, het is goed zo? Dat vind ik een goede vraag, Marion, want het is, ik ben er wel achter gekomen. Ja, dit is nog maar het begin. Ik vond het al leuk en ik kreeg allemaal hele leuke reacties op de verslagen die ik dan deelde met de familie. En dat heeft mij in deze coronatijd doen besluiten, nou, ik moet er een boekje van schrijven. En al dat hele spectrum van en fietsen en mensen ontmoeten en vastleggen en onder een groter publiek kunnen verspreiden. En dan de leuke reacties die ik heb gekregen tot nu toe al. We zijn er maar een week aan de gang eigenlijk, tot nu toe. En ja, dat alles bij elkaar. Ik zei, ja, dit wil ik gewoon blijven doen. En dat